Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we vaag weliswaar, maar toch een groot gebied met bewolking boven Nederland liggen. Boven de Noordzee zijn allerlei opklaringen, maar daar valt dan weer een enkele bui die af en toe de kustregio bereikt. Met de mist valt het gelukkig mee, het is wel nevelig. Temperaturen liggen eerst nog rond het vriespunt en vanmiddag stijgen ze langzaam naar zo'n 2 à 3 graden in het binnenland en heel misschien breekt dan hier en daar de zon door. In de kustregio is de kans op zon groter, maar daar kan ook nog enkele winterse bui vallen en wordt het zo'n 3 tot 5 graden. Vanavond enkele opklaringen, dan gaat het op de meeste plaatsen weer licht vriezen en in de nacht blijft dat zo, temperaturen rond min 2 à min 3 graden. Morgen overdag zien we dan hopelijk er vaker de zon dan vandaag, maar de wind neemt ook in kracht toe uit het oosten. Daardoor wordt het smiddags 1 à 2 graden, maar voelt het aan als min 5 graden. Koude dag dus, maar wel droog. Donderdag lijkt het weerbeeld op dat van morgen. Opnieuw dus af en toe zon, ook wolkenvelden, temperaturen van 2 graden, maar een koude wind. Vrijdag kan er misschien wat lichte sneeuw vallen of motregen. Zaterdag is de kans op neerslag groter. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl